Daar is die Melton! Woehoe! Super vet! What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rickachu en we gaan verder met Pokémon Let's Go Pikachu. En jullie zeiden dat jullie toch wel heel graag het Go Park wilden zien. Dus laten we naar het Go Park gaan. En we zien hier zo Pikachu die even een gesprekje aangaat met Mr. Slowpoke. En ja, Pikachu die ziet er wel blij uit. We moeten even een nieuwe outfit gaan kiezen ook voor Pikachu. Want we lopen nog steeds in onze Team Rocket outfit. Terwijl hier een Kangaskhan is. Ik wil ook een Kangaskhan. Geef me ook een Kangaskhan. Oh snap, ja. Kijk, we rennen met Groudon en Vulpix. Ja, wij gaan proberen om alle Let's Go Eevee exclusives naar deze game te krijgen. Dus daar gaan we voor in het Go Park. Wow, Tauros, rustig man, rustig. Rustig, Tauros, chill. We zijn je vriend. Rustig aan, ja, Pikachu heeft het niet echt naar zijn zin met die Tauros. Waarschijnlijk vindt die Psyduck wel een stukje aardiger, toch? Kijk, ja, jullie zijn gewoon chill samen. En een Almanite in het water. Wat gezellig, joh. Die Pikachu heeft het helemaal naar zijn zin. Ja, superleuk. Eerst even een andere outfit. Ja, we gaan de Sailor Cap opzetten. Alsof we gewoon matrozen zijn op een boot. Sailor T-shirt. Hey. Zullen wij dan ook een Sailor outfit aandoen? Ik bedoel, dan zijn we samen Sailors. Nog een schoentjes aan. En de Sailor bag. Zo, en dan zijn we klaar voor het Go Park. Hallo, Chansey. Ja, want zoals jullie weten is er geen Safari Zone meer in deze game. Dat was er in Red, Blue en Yellow wel. Nee, en daarvoor in de plaats is nu het Go Park gekomen. En Sarah die is Erik kwijt, zo te zien. En zij heeft haar vader nodig. En dan gaan we eens even praten met die meneer hier zo achter de balie. Ja, ik wil heel graag Pokémon naar het Go Park brengen. Oh ja, voordat je het park in kan, moet je eerst even paren. En dat doe je door op I te drukken in dit menu. Open Pokémon Go settings. En dan kan je ze hier met elkaar laten pairen. En dan ga je hier naar je Nintendo Switch settings in Pokémon Go. Dan druk je op de Nintendo Switch. En als je dan op yes drukt, dan zijn ze gepaired. En dat betekent dat we kunnen gaan beginnen. Nou, zo te zien wil die niet connecten. Maar ik ga maar gewoon proberen om het via de app te doen. Alright, laten we deze drie Pokémon dan krijgen in Pokémon Let's Go Pikachu. Daar gaan we. Ik baal er wel van dat ik geen Vulpix kan sturen, omdat ik die niet meer heb. En nou moeten we die natuurlijk gaan vangen in het Go Park. Let's go to the Go Park. Yeah! Zo, dan gaan we ze even opzoeken. Kijken waar ze staan, jongens. Waar zijn jullie? What? Kijk daar, die Pinsir. Super tof. En daarachter staan inderdaad Alolan Meowth en Ekans. Oh, kijk, ik kan gewoon naast ze lopen. Let's go, we gaan Ekans vangen. Hoppa. Nou zeggen ze dat het moeilijker is om die Pokémon hier te vangen in het Go Park dan in het wild in Pokémon Let's Go. Ik gooi een excellent met een Ultra Ball op Ekans. Ik ben benieuwd, gaan we Ekans vangen? Mijn Ekans uit Pokémon Go. Nee! Nog een keer. Oh, scheef. En weer een excellent. Hoppa. Oké, 1, 2, 3. Yay! Ekans in de pocket. Nice! En op de app geeft hij natuurlijk ook aan nu Pokémon Send. Dus de Pokémon zijn verzonden. En die zijn we nu aan het vangen. Hier. In Pokémon Let's Go. Hunter en Growlithe level up. Nice! En wat zegt de Pokédex dan over Ekans? Hoe ouder die wordt, hoe langer die groeit. En s'nachts rust die uit tussen de takken. Dat wist ik niet, dat Ekans in bomen leefde. Dan gaan we nu Alolan Meowth proberen te vangen. Ja, die heb ik dus nog wel in Pokémon Go. Maar ik had geen normale Meowth meer. Dan gaan we maar gewoon voor Alolan Meowth. Let's go! Ah, dat was geen excellent. Gaan we die met onze eerste bal gelijk pakken. 2, 3. En ja hoor, hoppakee. Alolan Meowth is in that pocket. Lekker hoor. En daarvoor gaat Kadabra een level omhoog naar 32. Ja, die kunnen we straks goed gebruiken in de gym van Koga. En hij wil Reflect leren. Nou, die hoef ik niet. Nee, die hoef ik niet te leren. Het is een hele trotse en intelligente Pokémon. En daarom is Meowth ook moeilijk hanteerbaar. Maar dat is ook een reden waarom hij zo populair is. Is Meowth zo populair? Yo, en dan gaan we nu voor Pinsir, jongen. Pinsir! Yo! Alright, Pinsir. We gaan je vangen, jongen. Oeh. Oké, ik denk dat ik dit even met een berry ga proberen. Een raspberry op zijn bakkes. Ja, kijk, die Pinsir, die doet wel boos, jongens. Hoppakee, een Great Pro in ieder geval. Aan de zijkant. En hebben we hem dan? Hebben we hem? Oh, we hebben hem gewoon in één keer, Pinsir. Ja, Pinsir! En zo hebben we drie nieuwe Pokémon die we normaal gesproken niet kunnen krijgen in Let's Go Pikachu. Toch toegevoegd aan de Pokédex.
En gaat Gyarados ook weer een level omhoog naar level 29. Ja, en nou mocht ik van mezelf dus één Pokémon uitkiezen uit Pokémon Go, die ik zou kunnen gaan gebruiken in mijn team. En wat wel heel erg tof is, is dat ik al Meltans heb in Pokémon Go. Dus ik ga één van mijn Meltans nu sturen naar Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja, daar gaat hij, jongen. Hoppa, de Pokémon is verstuurd. Oh, wacht. Jongens, ik vind gewoon hier precies nu een koffing in Pokémon Go. Dan gaan we even proberen om die koffing te vangen. Dan kan hij die koffing ook gelijk gaan versturen. Ja, oké, ik heb hier een koffing gevangen. Die kan ik gelijk doorsturen naar Pokémon Let's Go Pikachu. Zo, dus laten we dat ook gelijk nog even doen. Ja, oké, nice. Oké, dan gaan we die twee ook even vangen, jongens. Gaan we weer even terug het Go-park in. En dan gaan we deze twee Pokémon ook nog even vangen. Waar zijn jullie? Zijn jullie weer een beetje op dezelfde plek? Ja, kijk ze daar. Kijk ze daar. Hier, koffing. En Meltan. Yeah. Oké, jongens, we gaan eerst voor Meltan. Ik ben benieuwd of Meltan moeilijk te vangen is of niet. Daar is die, Meltan. Woehoe. Super vet. Ja, ik vind Meltan wel echt een leuke Pokémon, jongens. En we gaan hem proberen te vangen met een Raspberry en een Ultra Ball. Oh, ja, moet ik wel even weer wat rechter gooien dan dat. Hoppakee, een Great Throw. Nice, precies toen hij wou springen. 1, 2 en 3. En hebben we hem? Ah, nee, kom op Meltan. Volgens mij hebben die Raspberries ook niet heel erg veel zin, want het cirkeltje blijft gewoon rood. Dus laten we het gewoon nog een keer proberen. 3. Ah, weer niet. Ik heb natuurlijk ook een zilver raspberry. Die kan ik ook proberen. Laat ik een zilver raspberry gooien. Kijken of dat helpt. Moet ik wel raak blijven gooien. Beetje rechtdoor. Hoppakee. En excellent. Nice. 1, 2, 3. Nee, kom nou. Meltan, doe niet zo vervelend. Kom gewoon bij mij, man. Gun mij. Nee. Oké, Meltan is wel moeilijk te vangen, jongens. Deze is wel de moeilijkste tot nu toe. 1. 2, 3. Nou, kom op Meltan. Doe niet zo lastig. Weer een excellent. Nog een keer. 1, 2, 3. Ja, we hebben Meltan. De nieuwe Pokémon in, ja, is die wel van deze generatie? Ja, het is de Kanto-generatie. Anders zouden we hem niet kunnen vangen natuurlijk. Hij is level 18. We krijgen 324 XP. En daar is de jongen. Meltan in de Pokédex. Ja, en hij smelt stukjes ijzer en ander metaal. En die absorbeert hij dan in zijn lichaam als gesmolten staal. Dus even kijken wat hij allemaal kan, jongen. Het is zo'n schattige Pokémon. Ja, en dan gaan we ook Koffing natuurlijk nog even vangen, hè, jongens. Koffing! En ik heb het idee dat we Koffing dan ook gewoon met een Ultra Ball moeten gaan vangen. Hoppakee. Want het cirkeltje is gewoon geel, hè. Het is nog ineens groen. 2, 3. Ah, oh, man, kom op. Kom op, Koffing. Niet zo lastig doen. Hoppakee. Kom maar gewoon bij me. 1, 2, 3. Koffing. Hou eens op. Heb je ook een raspberry nodig, Koffing? Kijk, nu is het cirkeltje in ieder geval groen. Dus dat scheelt. Een Grave Row. 1, 2, 3. Ja. En daar is Koffing. Hoppakee. Koffing hebben we ook gevangen. Yay. Nice. En wat zegt de Pokédex dan over Koffing? Oh, in warme plekken kan zijn gas gewoon ontploffen zonder waarschuwing. Oké. Dus het is best gevaarlijk om een beetje om Koffing heen te lopen als het warm wordt. Dit is geen Pokémon voor in de zomer, jongen. Deze moet je alleen meenemen in de winter. Ja, en zo moet je gewoon alle Pokémon die je hebt gevangen in Pokémon Go opnieuw vangen hier in het Go-park. En als je dat hebt gedaan, ga je dan eruit. En dan kan je gewoon al die Pokémon ook in je team gebruiken. Nou hebben we dus een aantal nieuwe Pokémon. En we hebben dus nu een Ekans, een Alolan Meowth, een Pinsir, een Meltan en een Koffing. En ik wil eigenlijk gewoon Meltan in mijn team doen. Zullen we dat gewoon doen? Dat moet dan denk ik in plaats van Hunter of Gyarados. Ja, Gyarados is low level. Laten we het in plaats van Gyarados doen. Hé, dan wil ik ook dat Meltan wel even achter me aanloopt, hè. Hoi Meltan! Kijk die kleine Meltan! Hij is best wel snel trouwens. Hij houdt me wel goed bij. Moet je zien. Kijk, we gaan, jongen. Super vet. Eigenlijk moeten we Meltan ook nog even een paar leveltjes trainen voordat we naar Koga gaan. Yo, en aangezien er nu toch een Dodio tegen mijn lijf loopt, kan ik dat wel gaan proberen door Dodio te vangen met een Great Throw. 1, 2, 3. Ja, maar Dodio's die leveren niet zo heel veel XP op, hè?
Dat is een beetje een nadeel. Dat hebben we gezien in de vorige aflevering. Hier heb je niet zo heel veel aan. Kijk maar, het valt allemaal wel mee. Ik wil eigenlijk gewoon proberen om die trainers die hier staan even te gaan verslaan. Hallo, Birdkeeper Wilton. Ja, en deze gaat het natuurlijk allemaal vogel-Pokémon, Flying-type-Pokémon uitsturen. En daarom heb ik gewoon voor Pikachu gekozen in zijn mooie Sailor pakje. Kijk eens, level 39 maar liefst jongens. Man, man, man. Ja, Koga is denk ik gewoon echt nog wel een tikkie te sterk voor ons hoor. Level 39! Hoe dan? We hadden echt veel meer Pokémon moeten vangen, denk ik. 604 XP krijgen we wel. Ja, en de rest van mijn Pokémon zijn echt te laag level om hier tegen te gaan battelen, heb ik het gevoel. Dit moet ik gewoon even snel met Pikachu doen. Ik hoop dat Kadabra flink levelt, want die wil ik gaan gebruiken in de gym van Koga strakjes. En Pikachu krijgt weer 643 XP. Venusaur groeit naar level 36. Dat is wel nice, maar daar hebben we niet zoveel aan in de volgende gym. Oké, okay, next. Even flink trainen hier zo, jongens. Birdkeeper Ramiro. Pidgeot. We zien hier wel al de sterkste bird-type Pokémon. Pharaoh, Dodrio en nu ook een Pidgeot. En we doen gewoon een Thunderbolt op het hoofd van Pidgeot. En dan gaat Pikachu groeien naar level 37. Altijd lekker als Pikachu een beetje groeit. Pikachu is natuurlijk, ja, qua IV's waarschijnlijk wel mijn sterkste Pokémon. 841 XP krijgt hij maar liefst. Wow. Lekker hoor, dit. En Melton groeit ook een leveltje naar level 19. Zullen we even die Dodrio vangen? Ik denk dat dat ook wel veel XP geeft. Dodrio! Neem deze Raspberry. En accepteer deze excellent throw. Alsjeblieft. 1, 2, 3. Doe maar niet te moeilijk. Ja! Nice. In één keer. Toppie. Hoef ik daar in ieder geval niet te moeilijk over te doen. 1661 XP! Hoe dan? Opeens superveel XP. Bijna iedereen gaat de level omhoog. Hunter naar 34. Melton naar 20. Bijna naar 21 zelfs. Kadara naar 33. En Growlithe naar 34. Zo, dit was wel lekker. Daar kregen we echt opeens heel veel XP van. Gaan we nog even deze trainer te proberen te verslaan. En die heeft een Farfetch. Ja, we zien hier echt alle flying type Pokémon. Super tof Pokémon met een prei in zijn hand. Ik vind het wel heel erg grappig. Ik heb nooit echt het idee gehad dat Farfetch een hele goede Pokémon is. Maar hij doet wel een quick attack op me. Wow. Hoeveel damage doe jij met een quick attack? Jongen, dit is niet normaal. Zag je dat? Bijna de helft van mijn HP gewoon eraf door een quick attack. Nou, dan neem ik mijn woorden terug. Dan is Farfetch blijkbaar wel een hele goede Pokémon, jongens. Melton groeide naar level 21. Hij gaat nog een keer Farfetch doen. Heb jij allemaal Farfetch of zo? Farfetch. Farfetch. Wat is het meervoud van Farfetch? Farfetch. In ieder geval, deze is er ook weer aan door een Thunderbolt. Hoppakee. En nog eentje verslaan, dan zijn we gewoon level 38 met Pikachu, hè. Dus het levelen gaat op zich best wel hard. En weer een quick attack, jongen. Kijk hoeveel pijn dat doet, die quick attacks. Dat is echt super sick. Niet normaal, man. Doei, Farfetch. Mijn Thunderbolt doet veel meer pijn dan jouw quick attack. Dat wel. En hoppakee. Pikachu groeit naar level 38. Nice. En dan hebben we Jacob verslagen. Sorry, Jacob. En dan pakken we even die Pokéball die hier ligt. Dat is een elixir. Ja, en dan ga ik zo langzamerhand maar terug naar het Pokécenter. Zodat we in de volgende aflevering kunnen gaan proberen om Koga te verslaan. Koga heeft allemaal Poison-type Pokémon. Hier is zijn gym. Ja, en ik zal dat moeten gaan doen met Kadabra. En die is level 33. En ik heb totaal geen idee of dat gaat werken. Of we een beetje in de buurt komen van het level van de Pokémon van Koga. Maar dat gaan we allemaal wel zien in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan ook op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!